Of het nou om postzegels, sigarenbandjes of gewoon voetbalplaatjes gaat, er wordt flink wat afgespaard. Enkele fanatiekelingen jagen naar iets wat apartere verzamelobjecten. Deze week in 't is wat, een serie bijzondere verzamelingen. Een doorsnee bloemenbedrijf in Lissebroek. Op het eerste gezicht zie je maar weinig van boer Chris zijn grote liefde. Ja, nou ja, daar ben ik een beetje mee opgegroeid. Wij hadden altijd hier op het bedrijf tractoren. En ja, dat is een beetje uit de hand gelopen allemaal. We begonnen eerst met verzamelen met een klein trekkertje. En op een gegeven moment ga je door en nog groter en nog aparter en nog bijzonderder. Hoeveel heb je er nu dan? Nou, nu rond de 35. Het zal rond de 35 zijn. Dit is een vrouwenbulldog, heel bijzonder, heel zeldzaam exemplaar. Daar staat nog een John Deere, de oudste van Nederland. En daar zit nog een kokshut van de watersnoodramp van 1953. Zelfs het watersnoodmuseum in Zeeland hebben er een. En dan staat het vol met Amerikaanse, veel Amerikaanse merken. Engels, President, Minneapolis, Rumeli, Olivers, noem maar op. Ja, een beetje uit de hand gelopen hobby. Ja, maar wat doe je ermee dan? Ze staan hier. Ja, verzamelen. De ene spaart sigarenbandjes en de ander spaart antieke tractoren. Je doet het samen, hè? Ja, mijn broer doet het samen met mijn broer. We doen het eigenlijk het sleutelen en het meeste werk dan doen we in de winter. Daar hebben we in de zomer geen tijd voor, want we hebben ons bedrijf. En ja, dan is het gewoon winteravonden en ook weekenden lang in één stuk door sleutelen en doen. En dan is het weer prachtig als een ding weer gaat lopen. Wat is daar zo mooi aan dan? Nou, het moment dat je zoiets wat eigenlijk 80 jaar niet meer gelopen hebt, als je dat dan weer lopend krijgt. En waar iedereen eigenlijk net naar staat kijken en niemand aan durfde. En dat je dat toch dan, dat het toch gaat ademen, net als een grote wolf is, ja, dat is bijzonder. De rook, het geweld, de herrie, alles schudt heen en weer. Het is een pracht. En hoe vaak doe je dit? Eens in een paar weken even. En dan kijk je of het nog even doet, ja. Ja, en hoe voel jij je nu dan? Ja, als trots als een pauw. Ik rijd weer naar binnen. Nou, wat denk je daarvan? Dat was best heftig. Ja, dat was zeker heftig. Dat is nou de oudste van Europa. Hoe oud is die? 7. 1907. Voor de Titanic en voor de Eerste Wereldoorlog. Ja, waarom niet gewoon een klein speelgoedtractortje? Daar zijn we mee begonnen. Maar ja, mensen willen altijd een verzamelaar, gaat altijd door. Dus die wil altijd, meer. Houdt nooit op. Morgen in de serie Verzamelaars, Aad en zijn verzameling oude schaatsen. Ja, 350 euro is wel een prijs, daar gaat hij wel voor weg. Ja.